Radio Willekeur. Ja, wat een fantastisch nummer. Ja. Prachtig, een leuke nieuwe hit. Volgens mij is die ook hoog binnenkomen in de top 40. Vrouwtje met... Ja, natuurlijk, elke puber voelt zich zo, maar ik doe dat op muziek. Ja, wat een mooi lied van The Jackson 5 met CDEFG. Minder bekende nummer. Dat was de jeugd van tegenwoordig met gek doen voor normale mensen. Ja, Duncan Lawrence met Couldn't Keep My Momentum bij Radio Willekeur. Dat was Linkin Park met In The End Waren Het Te Veel Slaappillen. Ja, dat was de Rowan Hersen coverband bestaande uit alleen maar orthopeden met hun orthopedische hit. Verstel maar. Ed Sheeran met Niemand gaat ooit iets zeggen over het feit dat hij een beetje scheel kijkt. Prachtig, prachtig, prachtig. Leuk om dat weer even te horen. Anouk met Girl, 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 Boy, Boy, Girl, Boy. Fuck, ik heb echt te veel kinderen. Hier live bij Radio Willekeur. Dat was Daan Schuurmans met het nummer... Huh? Sinds wanneer maak ik muziek? Prachtig. Eefje de Visser met... Als je niet weet waar de klemtoon ligt, kan je het gewoon opzoeken. Hier, bij Radio Willekeur. Het kookverslaafde neukvarken André Hazes. Kan alleen maar bij Radio Willekeur. Ja, dat was S10 met niet heel kritisch luisteren... want dan valt het op dat het niet zo allemaal ruimt. Dat was Maan met Zon featuring Sterren. Ja, dat was Bluff met laten we de internationale plaat maken... zodat we ook nog wat subsidie kunnen krijgen. Ja, dat was Moula B met kanker, die kanker, die kanker, die kanker. Radio Willekeur. Mike Iwood, Eefje de Visser, Mo, Vrouwtje, Steen. Leer gewoon schrijven. Het is niet, je kan gewoon een vak leren.